corona kwam, toen werden we eigenlijk overvallen door een nieuwe ziekte. Waar we nog niet zoveel van afwisten. En dus ook nog niet wisten van hoe kan je nou op de beste manier mensen een nazorg bieden. Mijn naam is Jeanine Verbunt. Ik ben hoogleraar revalidatie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. En als revalidatiearts werkzaam in het ziekenhuis hier in Maastricht, MUMC. En bij Adelante Zorggroep. Op het moment dat ze in het ziekenhuis komen en behandeld zijn, is het zo dat patiënten met corona verschillende soorten problemen kunnen hebben. Sommige mensen hebben, in het begin heeft bijna iedereen longproblemen, maar daarna zijn er mensen die ook nog andere problemen hebben. Variërend van neurologische problemen tot cardiale problemen. De oplossing die we hebben bedacht is dat we voor de arts, zowel de arts in het ziekenhuis als de huisarts, een ondersteuning hebben gemaakt om de triage vorm te geven. Dus om te kijken welke patiënt welke nazorg nodig had. De juiste zorg op de juiste plaats voor iedere patiënt. De bedoeling is dat een patiënt deze lijst thuis al invult. Je kunt hem op de website van Adelante Zorggroep kun je hem downloaden. En hij is digitaal in te vullen. En bijvoorbeeld als ik een patiënt zou zijn die met name lichamelijke klachten heeft, dus bijvoorbeeld vermoeidheid en kortademigheid, dan blijkt dat uit de scores op de gesprekslijst. De huisarts kan dan zien, door het artsenblad ernaast te leggen, welke therapie hij het best kan voorschrijven. Zodat je veel sneller met de huisarts samen in gesprek kunt gaan om de juiste nazorg te kunnen bepalen.